About 8% of babies are born prematurely or have low birth weight. As a result, they often have to be monitored in a neonatal intensive care unit for several weeks, sometimes even months. The adhesive electrodes that are used for this can cause skin damage, pain and stress to the premature baby. Ja, op dit moment moeten die premature baby's in een couveuse liggen, omdat ze eigenlijk de hele dag door bewaakt moeten worden, omdat de hartslag kan vertragen, de ademhaling kan stoppen. En die plakelektrodes zijn nodig om dat te monitoren. Maar die plakelektrodes hebben twee hele vervelende problemen. Ten eerste zorgt het ervoor dat het plakken van de elektrodes die huid heel erg kan beschadigen. Daarnaast zit er bekabeling aan die plakkers. En die bekabeling maakt het voor ouders heel lastig om die baby uit de couveuse te nemen en lekker bij zich te houden. In feite is dat natuurlijk het beste voor die baby om gewoon lekker te buidelen bij die vader of die moeder. Daarom is er een belt ontwikkeld die deze twee problemen oplost. Allereerst zorgt die belt ervoor dat de huid van de baby goed beschermd is, dat er geen wondjes ontstaan. En ten tweede is de belt draadloos, waardoor het heel makkelijk is voor de ouders om die baby bij zich te pakken en lekker te buidelen. Mijn naam is Fabio Bambang Utomo, CEO van Bambi Medical. Als je zonder draden meer zou, makkelijker zou kunnen buidelen, dat is heel belangrijk. Buidelen is het allerbeste medicijn wat we eigenlijk onze kleintjes hier kunnen bieden. Dat komt omdat tijdens buidelen, er zijn heel veel studies die beschrijven al minder sterfte, minder infecties. Maar heel specifiek kun je ook zien dat de aansturingssystemen echt eigenlijk volwassener, rijper reageren als kinderen op de borst liggen bij hun vader of moeder. En dat bijvoorbeeld het hartritme in plaats van alle kanten op gaat, veel stabieler wordt. En dat zorgt dat kinderen minder energie hoeven te leveren om die hartslag zeg maar binnen bepaalde waarden te houden. En die energie is eigenlijk wat ze nodig hebben om te groeien en om sneller en gezonder naar huis te kunnen. Ik ben Dede Kommers, artsonderzoeker op de neonatologieafdeling.